Ik wil jullie ook namens Bonaire bedanken voor het veiliger maken van ons eiland in het kader van vuurwerk bewaring hier. En ik zei net in het papiamento, het is 8 jaar geleden dat ik in de eerste dat als gezaghebber aantrad. En toen begon ik het er al over. En daar hebben we een lange weg te gaan gehad. Verschillende stuurgroepen, verschillende heen en weers. Maar het staat. Dus dank je. Anto Exito. Ik ben de directeur-generaal Milieu van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. En ik ben super trots ook om hier met de gedeputeerde, de gezaghebber en de directeur van de directie ruimtelijke ontwikkeling te staan. Want goede opslag van vuurwerk is, zoals de gezaghebber net ook terecht zei, heel erg belangrijk voor de veiligheid van het eiland. We weten in Europees Nederland wat er mis kan gaan als vuurwerk niet goed wordt opgeslagen. En het is heel goed om te zien dat hier nu met deze vuurwerkopslag gerealiseerd is dat vuurwerk op dit eiland veilig kan worden opgeslagen. We hebben denk ik in 2018 ook bij de Lagoon-stort gezien hoe het vuurwerk toen werd opgeslagen. Als ik zie hoe het er nu hier straks bij ligt, dat is echt een wereld van verschil waar volgens mij dit eiland beter van wordt. En natuurlijk de bewoners vanwege de veiligheid. Dus met dank ook aan het eilandbestuur voor de energie om dit rond te krijgen. Maar ik zou ook willen zeggen met dank aan alle medewerkers van de directie ruimtelijke ontwikkeling die hier de afgelopen jaren aan hebben gewerkt met dit als resultaat. Want dit is ook het loon naar jullie werken. En dat is zeker zo belangrijk. Dus ik zou zeggen gefeliciteerd met een state-of-the-art op Bonaire toegesneden vuurwerkopslag. Dank jullie wel. Oké, ze hebben even kijken hier. Tim lachen. Ja. Dat is een kind met speelgoed. Je bril hebben. Nu gaat het gebeuren. Ja. Oké. Gaat snel.